Benitti had een heel groot ego, inderdaad. Maar dat maakte het ook heel boeiend. Hij was heel gepassioneerd en heel streng op zichzelf. Alles moest goed zijn. Middelmaat was niet van toepassing, was geen sprake van. Maar dat maakte het wel heel boeiend en heel leerzaam. De ego's botsten wel eens, wat dat wel heel spannend kon zijn, maar ook nog maar eens heel, heel aanvullend en heel leerzaam. Ik zou nooit voor iemand anders kunnen gevallen zijn als iemand die zo gepassioneerd met dingen bezig was, want al de rest is verveling. Zeker zijn creativiteit, maar op alle gebieden. Hij was zeer, zeer humoristisch, zeer vindingrijk, speels in een heleboel facetten. Maar ja, nog maar eens hetzelfde, middelmatigheid was absoluut niet aan hem besteed. Maar ik zie het toch voornamelijk als een combinatie tussen temperament en techniek. To know Ben was to love Ben een beetje. Nee, ik heb ook altijd een enorme... Ik hou van grumpy old man. En als je grumpy old man opzoekt op Wikipedia, dan zie je zijn foto, denk ik. Zo kwaad worden, maar met een monkellach. Zo. Dus het was ook een deugeniet, hè. Is iets met jou. En dan zijn we beginnen nadenken. En Ben had direct heel veel ideeën. En los daarvan had hij ook op dat moment, voor hem was dat ineens ook een nieuwe drive. Dan kon hij ook, hij begon ook direct te denken over de werken die hij wilde maken. Niet zozeer gewoon de reproductie van dingen die hij al gemaakt had, gewoon aan op de muur hangen, maar gewoon nieuwe dingen maken. En dat is wel een heel intense samenwerking geworden. Die heet het Serendipity. De relatie met mijn vader was eigenlijk heel autoritair, maar met een stippenlijntje. Dat was mijn fantasiewereld, wat hij mee instapte. Ja.